zijn in Roosendaal aangekomen. Daar gaan we eerst tanken. En dat doe ik in Nederland met dit pasje van Toyota, een multitankkaart. En daarmee kun je overal in Nederland waterstof tanken. Fluitje van een cent. Verwijder uw pas in een vloeiende beweging. En de pincode die ik natuurlijk niet verklap. Vervang het voertuig. Nee. Kilometerstand. Ja, die weet ik even niet. En we kunnen tanken. Ik ben wel benieuwd hoe lang dit duurt eigenlijk. Hij gaat hem autoriseren. Ja, verbindingstest. De verbindingstest is bezig. Ja, en nu begint hij weer met vullen. Dat is, hij is al een minuut bezig. En hier zie je de hoeveelheid erin gaan, de eerste vulling. En ik schat dat er in totaal, hij was bijna leeg toen we aankwamen, dat er een kilo of vijf bij gaat. Nou, de eerste kilo zit er na 2 minuten in. Dat hebben wij mensen toch weinig geduld, hè? Minuut verder, weer een kilo, weer 100 kilometer. Wat ik intussen wel kan doen, ik laat de laadpassen zien die ik allemaal heb meegenomen. Ja, liquide. Te gebruiken in Roon en Brussel, dus die gaan we straks doen. En een hele serie van H2 Life, en die worden gebruikt in Duitsland. Maar behalve dat hebben we natuurlijk ook nog een aantal apps. Er zijn ook een aantal tankstations in Nederland. Dat kun je gewoon met een bankpas betalen. En in het buitenland kunnen we met een app betalen. En hoe dat werkt en hoe je registreert, gaan we allemaal laten zien. Intussen hebben we 3,5 kilo. En we zijn al 6 minuten bezig. Geduld is niet mijn sterkste kant. Nou, we naderen de 4 kilo. 7 minuten. 4,5 kilo. Dus 7 minuten, 40 seconden. We zijn klaar, dus ik kan hem ontgrendelen. En terughangen. Wat leuk is om te zien, kom maar even kijken. De waterstof die gaat dus op 700 bar in die tank. Iets wat je samendrukt wordt heet. Dat wil je niet. Dus die waterstof die wordt gekoeld. Dan zie je, dit is ijs en ijskoud. Maar daar hebben we verder geen boodschap in. We hebben kilometers erbij. We kunnen door. We hebben net getankt bij Total in Roosendaal. 4,5 kilo. Het bereik is van 80 naar 471 kilometer gegaan. Wij gaan nu naar Air Liquide Zaventem. Als je naar Antwerpen gaat, ga dan ook even naar het tankstation van C&B Tech. Hier gebeurt iets bijzonders. Dit familiebedrijf in de scheepvaart kijkt naar de hele keten van waterstof. Productie, opslag, distributie en verbruik. En dat zie je helemaal terug in dit enorme project in Namibië.
Ondertussen zijn we in het land van Marianne. We hebben heel wat kilometers afgelegd. We hebben getankt in Roosendaal met een multitankkaart. We hebben het tankstation van CMB Tech in Antwerpen bezocht. Zijn we doorgereden naar het station van Air Liquide in Zaventem. En daar stond iemand anders aan de pomp. Intussen zijn we gewoon lekker op de tolweg. 130 per uur. Het verbruik is een heel klein beetje opgelopen naar 1,1 kilo per 100 kilometer. Dus we gaan dit fluitend redden. Nou, zoals je ziet is het erg druk op het tankstation in Parijs. Zojuist is er zijn er al twee taxis weggereden, drie herstel. Er staan er twee in de wacht en daarna hoop ik zelf aan te schuiven. Het tanken is afgelopen. Ik heb er 3,3 kilo bij gekregen. Dat wordt ook bevestigd in de app. We gaan naar Saarbrücken. Dat ligt net ten oosten van Luxemburg in Duitsland. We hebben het gered in Saarbrücken, zelfs met 100 kilometer over. De pomp is beschikbaar en de grote vraag is nu, kunnen we tanken? Ik heb gekeken in de H2 Mobility app, daar kon ik nog niet mee afrekenen of ik moet nog iets magisch doen. Maar we hebben nog een aantal pasjes. Ik trek er eentje uit en we gaan kijken of die doet. We kunnen tanken.